Natuurlijk is dat, als je slecht ziet, ja, het went. Nou, dat is het niet echt, want alles wat je doet, heb je eigenlijk natuurlijk je gezichtsvermogen bij nodig. Het beetje wat ik zie, ja, dat wordt nog steeds een beetje minder. Dus wat ik vandaag zie, dat kan zeg maar dan volgende week weer niet. En dan blijf je aanpassen. En dat is moeilijk. Dus als je vandaag zeg maar denkt van, hey, ik zie dat stoplicht toch nog net of dat lampje brandt. Nou, dan zie je dat opeens morgen of overmorgen niet meer. Ja, dan moet je weer opnieuw iets anders bedenken om dat toch te kunnen doen of te kunnen zien wat je daarvoor wel zag. Nou, wat dus eigenlijk niet meer lukt. En dat is dus zo moeilijk, dat continu aanpassen. Daar hebben we wel problemen mee. Bij deze de expositie gaat openen. Dit is Elsbeth Mora en Jacinta van Beveren. Beide kunstenares, de ene met fotografie en de andere meer schilderen en met kunstwerken. Ja, ze kunnen er zelf denk ik wat meer over vertellen als ik. En ja, ik hoop toch dat het een geslaagde dag is en ook de aankomende maand. Het duurt tot 25 maart, dus het duurt nog even iedere zaterdag. En ja, ik wou het woord geven aan een van beide dames. En je gaat eerst nog even vertellen waarom je hier staat. Ja, ik sta hier zelf voor de dokters. Ja, voor de dokters. Ik verzamel de plastic dokters in Scheveningen en een beetje in Den Haag ook. De opbrengst daarvan gaat naar de blinde geleidehond. Ik heb wat documentatiemateriaal. Wat ik doe, dat is doppen sparen. Zowel voor de geleidehonden, daar gaat de opbrengst naartoe. Maar ook om te voorkomen dat ze in het milieu en in de zee terechtkomen en zo. Dus wat dat betreft is het een win-win actie. Dus de doppen worden nu gerecycled bij een recyclebedrijf. Daar komt dan wat geld van los, niet zoveel. Maar dat gaat dan bij de opbrengst voor de blinde geleidehonden. En dat doen we dus in heel Scheveningen, Duindorp en ook in Scheveningenbad. Overal hebben we winkeliers die voor inzamel inleverpunt spelen waar de mensen ze in kunnen leveren. Uiteindelijk komen die allemaal bij mij terecht. En dan vanaf mij, als ik bij mij thuis, als ik er dus genoeg heb, een grote opslagruimte, dan gaan ze naar een groot depot. Die actie is landelijk, dus zo halen we toch heel wat dopjes weg. In België doen ze dat al veel langer. En daar doen ze dat zeker al ruim een 10 jaar of zo. En in andere Europese landen ook wel. Dus ja, uiteindelijk, daar spaarde ik dus eerst al voor. En uiteindelijk zei de KNGF, waar ik er zelf ook een blinde geleidehond van heb, van we willen die actie oppakken, ook in Nederland gaan doen. En wie wil zich aanmelden voor inzamelpunt? Nou, ik was een van de eerste gelijk die zei van ja, dat gaan we doen. Leuk. Ik vind het heel erg dat al dat plastic, als ik op het strand loop, zie liggen. Al die plastic flesjes met doppen. En dat verdwijnt allemaal maar in zee en zo. Nou, ik weet wel dat er veel meer plastic is dan wat ik kan inzamelen. Maar de dopjes, doordat die te recyclen zijn, is dat best goed te doen. 8 kwartje per kilo. En dat wordt volgend jaar, dacht ik nog, of dit jaar nog ietsje minder. Dus ze natuurlijk ook vervoeren, dus daar gaat nog behoorlijk wat af. Mijn naam is Jacinta van Beveren. Ik maak op dit moment, en dat doe ik eigenlijk al een tijdje, heb ik foto's gemaakt van de vloedlijn. En daar zie ik dus heel veel plastic liggen, onder andere ook plastic doppen. En ik maak daar dus kunstwerken mee, onder andere. En foto's van. Ik wilde even wat zeggen over mijn jutvogels. De jutvogels die vind ik op het strand. Ik doe er wel een klein beetje wat aan, maar niet zo heel erg veel. Dus als je ze ziet, eigenlijk vind ik ze zo. Ze worden gewoon geboren op het strand. Ik heb hier wel een touwtje doorgeknipt. En ik heb er een dopje opgeplakt, als een oog. Ik ben Elsbeth Mora. Dit is de expositie van Zwerk tot zeebodem. Zwerk betekent hemel. En nou, mijn werk is wel intuïtief en ook deels heb ik wel spirituele teksten die ik gebruik. Dus dat is wel het hemelse eraan. Ook hou ik heel erg van de zee, de Noordzee. En ik gebruik afbeeldingen van Noordzeevissen in mijn werk. Zoals een kabeljauw onder andere en een haringsoort. En daarom is de titel bij deze expositie erg passend. Dan kunnen ze bij mij brengen in de C. Zwaluwstraat 279. De Korendijkstraat 77. Of even kijken op Facebook. Doppenactie KNGF Den Haag Scheveningen. En daar vinden ze heel veel adressen bij mij waar ze in te leveren zijn in deze regio.